Rennen, rennen, rennen. Mag ik? Ja, ja, Bosje buiten de muur. Echt? Oh my god, nice! Trek hem aan! Oh nee, dat telt hij niet. Hey, en verder dat jij kijkt naar Fortnite De Kluis. De serie De Kluis zou je vast wel kennen van Stuk TV die wekelijks daar te zien is. En daar hebben wij onze variant opgemaakt in Fortnite. Je hebt namelijk 1 defender en 3 overvallers. De bedoeling is om zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen door middel van minipots, grote pots, slurps, chug-jugs en bushes te verzamelen. Totaal zijn er 84 punten te verdienen. Met elke minipot verdien je 1 punt, elke grote pot is 2 punten waard, elke slurp is 3 punten waard, een chug-jug is 4 punten en een bush is 5 punten. Er zijn totaal 13 minipots, 10 grote pots, 5 slurps, 4 chug-jugs en 4 bushes. Je mag 1 item per keer meenemen. Sta je buiten de muren, dan ben je safe. Heb je 1 item buiten de muren gebracht, dan mag je die in het scorevak gooien. Maar word je gekilled terwijl je 1 item hebt opgepakt en je bent nog binnen de muren, dan moet je deze buiten het scorevak gooien en telt deze niet mee. De overvallers die met z'n drieën zijn spawnen zonder wapens en kunnen in het midden een silenced pistol pakken die om de 2 minuten respawnt. De defender begint zijn game met de volgende wapens, namelijk een paarse scar, een paarse pump shotgun, een paarse bolt sniper, een grappler en een boogie bomb. De speeltijd is 17,5 minuut. Aan het einde van de 17,5 minuut worden alle punten bij elkaar opgeteld en gaan we kijken wie uiteindelijk de hoogste score heeft. Laat even in de reacties achter wie we voor de volgende keer moeten vragen om mee te doen. En geniet van De Kluis. Maar dan wel De Kluis in Fortnite. En een shout-out naar Stuk TV. Oeh, spannend! We gaan beginnen! Tijd is gelopen. Jongens, opschieten, opschieten, opschieten. Jacco! Oh ja, ja. We hebben een droom, joh. We hebben 1 poging, hè. Ik moet gewoon erin rennen. Althans, we hebben wel even een poosje de tijd. Honderden pogingen. Weet je waar ik als eerste voor ga? Oh, ik zit meteen in een hokje waar ik niet verder kan. Oh my god, Jacco, pannenkoek. Ik heb geen idee. Pas op, hè. Mark zit hierboven. Mark heeft mij al gezien. Mark heeft mij al gezien. Ik word gedanced. Ik word gedanced. Moet je 1 item uit te pakken of mag je meerdere items pakken? Oh, ik heb al een gun! Oh, sick. Ik heb de gun! Oeh, Mark, kom maar op. Ben niet bang voor je. Over 2 minuten kan ik pas een gun pakken. Ja, oké, okay, nou, ik heb hem... Ik kan een gun voor ons gaan pakken. Ja, maar ik heb hem afgeluid. Oh, vergeet, ik ben Mimi! Sneller rennen, sneller! I'm gonna die! Heb je al iets? Heb je al iets? Ja. Oh, daar ben ik boogie mensen. Oh, nee! Nee, bedankt! Nee. Oh, shit. Dan moet je het uit het hok gooien, want dan telt het niet. Zie je, Mark, maar zeggen. Het is echt niet te doen, 3 tegen 1. We worden hier gewoon gerekt, joh. Dang. Jacco, heb jij al iets? Heftig. Nee. Ah, nee, ik word beschoten. Nee, nee, nee. Oh, ik was zo hoog. Ik had nooit moeten zeggen dat ik Mimi zat. Inderdaad, je moet niet ik word gezien. Nee, je moet niks zeggen. Je moet gewoon eigenlijk heel, heel sneaky spelen. En Mark denkt maar van... Oh, snel jongens, pakken. Hij heeft mij gepakt. Je kunt snel iets pakken. Hey, jongens, zullen we de tactiek afspreken? Dan mag Mark ons even niet horen. Ja! Jij bent een grapjas. Ik weet een supergoeie tactiek. Nou, wat is het? Nou, als we allemaal een wapen hebben, dan moeten we zeg maar 1 iemand beschermen die allemaal dingen gaat pakken. Maar nee! Ik was onderweg naar de bush. Ik heb een wapen. Echt nog lastig. Ja, daarom zeg ik. Mark zegt van nee hoor, 3 tegen 1 is echt easy voor jullie. Nou, ik heb nog geen eens een punt. Ik heb alleen een gun. Dat is het enige wat ik heb. We hebben 17,5 minuten met de tijd. Is het geen goede tactiek? Dat als 1 iemand dingen gaat pakken, de andere 2 met gun gaan beschermen. Nee, want als je zelf allemaal een eigen gun hebt, dan schiet je trouwens veel sneller. Dan kan je op zich best wel een fight tegen Marika gaan, want het is een pistol. Easy peasy, gelemon squeezy. Ik wil ook een wapen hebben. Ja, ik ga... Oh, er zijn helemaal geen minis. Ah, kijk, zie je? Dat bedoel ik! Hoppa! Zo, lekker! Je hebt hem gekilled. Hoeveel respawn tijd heeft Mark nu? Net zoveel als jullie. Auw, ik val weer dood. Ik heb een wapen. Ik val weer dood. Die jump is echt onmogelijk, lijkt het wel, om naar die bushplek te komen. Mag ik dan ook meteen 4 bushes pakken? Nee, maar 1 tegelijk. Ja! Ook met minis? Ja, al 1 tegelijk. Oh, okay. Dat wist ik ook nog niet. Volgens mij word ik gepakt. Ik heb ook een wapen. Nee, waarom red ik dat niet? Wat een gekke jump. Maar hoe snel respawnt een minipot dan? Dat duurt wel even. Niks respawn. Oh, van alles wat er staat, respawnt niks. Staat er en het respawnt niet meer.
Oh. Oh. Oeh. Hebben we al een punt? Hebben we überhaupt al een punt? Nee. Nee. Nope. Oh. Iemand is stil. Ben je nou zo? Oeh, Mark is Kylo. Mark heeft geen shield, niks meer. Wanneer komt er weer een gun? Jacco net gepakt. Jacco heeft er ook eentje. Dus, oh, dat is maar één gun per keer? Ja. Nee, of om binnen een minuut spant weer een nieuwe. Makkelijk ja, dat denk ik ook. Binnen Want een minuut. Ik heb echt lang geleden eentje gepakt. Het is nog best wel pittig dit, hé. Het is pittig inderdaad. Heeft iemand al punten gescoord voor ons? Nee. Mark is knock-out, Mark is knock-out. Spullen pakken, spullen pakken. Knock-out. Ja, Mark is gone. Hij is weg. Hij is uitgeskekeld. Yes, uitgeskekeld. Huppatee. Oeh. Pas op hoor, Mark is op het midden bij het wapen. Ah, I'm seen. Hij heeft me gevonden. Ik hou hem bezig. Ja, lekker, lekker. Je mag maar één ding per keer meenemen dus. Ja. Oké. Ik word echt nagezeten! Oh, ik word gebonden. Jongens, ik heb iets veilig buiten de muren weten te krijgen. Yes, goed zo! Ja, ik ook. Okay, bedankt. Een grote pot. Oh, lekker! Ik ook een grote pot. Lekker. Wow. Ik had helemaal puntjes! Een grote pot is 2 punten, toch? Yep. Ja. Oké, er zit al eentje in het hockey. Ik kom je kant Voelt op. Voelt goed. Ja, dat is goed hoor. Goed gevoel. Ja, dit is lekker. Ik zit meteen vast in het hockey, dat is niet leuk. ik heb echt geen idee. Hoppa. Grote pot. Oh, zo, ik word gewoon even gesniped hier. Dang, dat zag je goed. Pas op, Mark heeft alles. Aan wapens. No, ik heb helemaal wapen. Heb jij al een wapen, schat? Nee. Mark is bij mij? Nee, Mark is hier bij mij. Oh. Maar ik moet even reloaden. Ik heb Mark hier. Lekker, ja, lekker. Oké, lekker. Kijk of je nu spullen kan pakken en kijk of we daar punten mee kunnen maken. Oh, fiets. Kom op. Oh. Mark zit er met de shotgun ergens. Nee, wat doe ik? Ik heb het gedaan. Lekker schat. Ik ben gevallen. Nee. Ik heb niet meer punten. Au. Oeh, wie is met Mark in gevecht? Ik heb. Weet niet. Oh, bij jou komt iemand. Ik word gekild door een robot. Oh, ben ik net ook. Mark is bij mij. Gun hou je toch? Ik zie hem, Jacco, dat was niet te mogen. Pak hem. Hij is bijna neer. Ik ben aan het dansen, hij zelf ook! Ik ben gereload. Ik niet. Ja, ik heb hem! Rennen! Hé, wie schiet er op mij? De mannetjes. Oh. Gek mannen. Dang, ik vraag me echt af hoe ik er helemaal boven kom. Ik moet een etage omhoog. Maar hoe deed ik dat net? Ik heb ook geen idee hoe ik ergens kom. Ja, nog 2 punten buiten de muur. Lekker! Hey, wat? Zijn 2 big shields op 1 span, hè? Nee, ik word gedanced. Monkey. Mark, wat doe je? Wat doe je? Jongens, we hebben in totaal 4 big shields al, hè? Oh, lekker man. Oh. Mag ik pakte 1 big shield op en er kwamen er 2 in mijn inventory. Dus we hebben extra punt gekregen. Oh, nee, dat is top. Dat niet, hè? Ja, wel, hè. Zo kreeg ik hem, zo ligt hij in mijn blokje. Nee! Nee! Je was wel een beetje te ver, hoor. Oh. Denk ik eindelijk een knoop te weg. Jongen. Oh, als je straks deze map helemaal uit je hoofd kent, hè. Oh. Sick dit. Er zit iemand achter mij aan. Geef niks. Ik word weer gedanced. Hey, je moet Dit keer wachten die met schieten. Oh. Mark is dood. Lekker. Ja, ik ben ook dood, dus ik moet die kant weer op rennen. Oh. Ik heb maar 1 route nog. Dat is wel even puzzelen dit. Maar ik heb nu een andere route genomen. Maar hoe doe je dat dan? Weer een big shield buiten de muur. Lekker, Jacco. Jacco is wel de monster. Yes. Oh, ik heb Mark geheadshot vanaf onder gewoon. Met een pistool. Ja, 1 item per keer. Pas op, Mark staat boven hoor. Ik heb ook een item veilig buiten de muur.
Oh, Marcus down, Marcus down. Ik heb nog steeds die 13 HP van het gevecht een paar dingen geleden. Ik had 8 HP en Mark ging achter me aan en schoot 3 keer mis met zijn shotgun toen. Lekker. Ik heb een mini. Ik heb ook echt gewoon een mini. Ik heb voor het eerst iets gepakt. Sorry. Iedereen heeft helemaal big shield. Kom ik aan mijn naam. Ja, je nu pas iets voor het eerst? Ik heb al 3 keer iets buiten de muur, Eva. Ja. Ik al wel 10 keer als het niet meer is. Nou, dat kan vraag niet. Vraag af hoe je heel... Nee, ik heb 1 keer. Oh, ik zie Mark. Oh, hij zit hier boven me! Oh ja, ik wist niet of jij dat was. Ja. Ik dacht, hij greppelt naar beneden door een raampje. Ik zit even te kijken, zit hij boven me? Jacco, je hebt daar alles weggehaald. Ja, dat is al dichtst bij de loungepad. Oké. Oh, nee! Ik was zo dicht bij het bosje. Wacht, oh, wat een moeilijke jump. Ik snap er echt geen reet van. Hoe kom je daar helemaal boven? Nee! Damn it. Was je ook niet bij het bosje, Vincent? Nee, ik was bijna weer bij Minipots. Oké. Okay. Oh, we moeten voor het bosje gaan, jongens. Oh, ik was zo hoog, hè. Ik was bij het laatste paar jumps en dan... Nou, ik was bij de laatste sprong voor een Minipot. Au, ik word beschoten. Hierheen. Eva hierheen, ja. Oh, hier dus. Ja. Mark is hier ergens. Ah, jemig. Mark en zijn dansgranaatjes, hoor. Ik heb hem geraakt. Ik heb... Oh, Mark is one-shot. Mark is sowieso one-shot nu. Sorry, Vincent. Ik moest je even pickaxe. Maakt niet uit. Ik ben blij dat je op mij focust. Zodat mijn 2 teamgenoten door kunnen gaan voor de bosjes. Riva, wat doe je hier? Oh, nee. Go, Jacco! Oh, heb je een bosje? Weet ik bijna. Niet. Bijna. Pas op, nee, hè, Jacco. Hij spant boven je, hè? Zo, ik ben down. Klopt. Bescherm mij. Ja. Jij bent dood. Waar ben je? Ben je al beneden? Tussen de shotgun-mannetjes. Shit. Nee! Ik ben low door die shotgun-mannen. Pak een bosje! Rennen. Mark! Ja, bosje buiten de muur! Echt? Oh my god, nice! Trek hem aan! Oh nee, dat telt hij niet! Dat telt hij niet. Oh, ik voel de spanning, jongens. Oh. Ik ben met Mark aan het stoeien. Mark is neer. Ga ervoor, hoe schat. Heb je nog? Oh, 8. Shit. Kom op! Pak de punten! Allemaal een bosje! Dang it, lekker man. Wat een moeilijk stukje parcours daarvoor, jongens. Ja, klopt. Yes. Oh. Ja, maar ja, wel was het wel waard. Je hebt nu dikke punten, joh. Ja, het wel. De spanning, jongens. Ik voelde de spanning gewoon. Lekker man. Hoppa. Ik word beschoten. Dat is denk ik Mark. Ja. Oeh. Oh, shit. Ah. Ik heb Mark al vet lang niet gezien. Ja, hij is boven helemaal. Nee, dood. Oh, nee. Mark is verstoppertje aan het spelen. Ik heb hem 1 keer gehit. Van 3 punten. Mark is echt verstopt, man. Ik wil ook wel een sniper, hoor. Mark is bij mij. Oh. Oh. Ik heb Mark 2 keer gehit. Van weet niet hoe weinig. Oké, okay, heb je 3 keer gehit. Lekker. Hoppa. Jongens, voor mij heel veel punten. 6 minuut 53. Oh, dan hebben we nog maar weinig minuten. 4. Ja. Ik hoor iemand kreppelen. Mark, laat me met rust. Nee! Waar kom ik hier uit? Bij de bosjes? Nee, daar kom je bij Slurps en Chuck Jug. Ah, dang it. Ik had ook nog maar 8 HP. Pak zoveel mogelijk punten wat je nu nog pakken kan, hè. Ah, in mijn rug! Nee! Oh, hij heeft geen shield meer. Oh, hij is low, volgens mij. Nee hoor, kom je erbij. Oh. Hij is low volgens mij. Valt dood. Yes. Shit. Dit is lastig. Hop. Hop. Hmm.
Het is wel chill als je een grappler hebt. Auw. Doe even normaal! Jemig, ik heb nog maar één keer punten gehaald. Nee, helemaal niet lekker. Ik heb nog maar één keer een groot shield gehaald en that's it. Zegt die lekker, man. Ja, voor de poging, hè. Lekker. Wat we ook kunnen doen, is gewoon met z'n drie ergens naartoe. En elke keer als Mark komt, schieten we gewoon dood. Vincent, kijk eens achter je. Oh, ik heb hem gekild! Goed zo, schat. Jacco, ken je deze truc trouwens? Kijk. Ja, maar ik word toch zo gekild. Moet eens komen. Kijk, als je hier bent, zo. Ga je hier omhoog. Oh, ja, dan kan je erop springen. Kijk, dan volg je zo. Uh-huh. Dan doe je zo. Ah, hop. Shit. Max, één keer hit. Die denkt net ook, ik zeg maar van, oh. Max, dit is stiek de landing. Oh, kom Jacco, we pakken hier even wat punten. Ja, elk beetje helpt inderdaad, dus. Ik ga ook naar jullie toe. Niks gebeurt, Vincent, ik kom eraan. Ik ben gefaald. Oké, ik heb een punt, jackpot! Jammer! Oeh, jammer! Heel weinig. Ja, Mark die snuitte echt letterlijk achter mijn kont aan, terwijl ik net de deur doorliep. Lekker, Vincent. Hoppa, puntje erbij. Heb je ook eentje, Jacco? Nee, ik viel. Oeh, we hebben nog 2 minuten! Oh echt? Nog 2 minuten? Twee minuten om iets te doen. Mark, schiet mij. Ik ben aan parcours, Mark, schiet mij. Nee. Ik zie Mark niet. Ik hit, ik heb hem 2 keer hit. Drie keer hit. Mark is vet hoog. Mark is low, jongen. En knijt is hoog. Ja, low en hoog. Oh joh, waarom haal ik de parcours niet? Oh, Jacco, pijn. Ja, ik had toch maar 10 AP, dus nu ben ik weer te 7, zeg maar. Oké, jongens, gaan we nog 1 bosje pakken of niet? Ja, okay. Als jij dat redt zo snel. Oh my god. Oeh, ik ben hard geraakt. Ik ben hard geraakt! Kijk uit, Vincent. Ja, ik ben echt hard geraakt. Oh, lekker, ja, schat. Zullen we doorgaan tot de exacte 2 minuten, jongens? Nee, 2 minuut 30. Shit. Ik ga nog een extra borstje vinden. Oeh. Kom op. Ja. Nee! Ah, nee, ben ik reloaden! Ah. Nee! Ik dacht, ik pak gewoon nog een minipot voor de veiligheid. Ja, maar zelfs die dappelkoek kan ik niet eens. Jongen, jongen, jongen. Ik moet wel toegeven, Mark is wel de ultieme verdediger in deze map hier. Ja, echt hoor. Ja, helemaal. Echt zo'n eindbos is het. Oh nee, Mark heeft mij gezien, ik ben dicht bij het bosje. Ja. No. Nog 1 minuut. Hoe gaan we dit doen? Mark is voor het bosje ring. Laten we nu een makkelijke punt pakken. Ja, ik ben onderweg. Uh-oh. Kom op. We hebben nog 20 seconden, hè? Oh, 20 seconden. Ja, Mark is hier bij mij. Nee! Oh my god! Had je een punt vast? Nee, bijna. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einde. Laten we de punten gaan tellen. Er gingen weinig punten, volgens mij. Mark, hoe vond je dat we het hadden gedaan? Ik denk dat het nogal redelijk is gegaan, of zeg maar. Ah, okay. Nu de game al voorbij is, weet ik eindelijk. Nou, we hebben, even kijken, we hebben 2 minipots. 2 minis, oké. Okay. De makkelijkste punten. 2 minipots. En we hebben... Big shields waren een beetje gecheat, hè? Ja, er moet 1 big shield af. Dus we hebben 4 big shields en een bush. Hoeveel punten hebben we dan? 15 punten. Is dat goed? Oké. Nou, dat is redelijk. Is redelijk. Nou, yes. Hard gegijzeld. Ja, schiet die John Wick zo neer. Ja, nou, de groeten, John Wick. Hey, laat even achter in de reacties met wie we de volgende keer dit moeten gaan spelen. Het zal Eva en ik tegen puntje zijn, samen met Mark als jager. Ik vind Mark wel echt de ultieme jager in deze game. Ik denk dat dat Mark gewoon de verdediger blijft. Mocht je nog leuke op- of aanmerkingen hebben, laat dat ook even achter in de reacties. Misschien een leuke tip of trick of noem maar op. En hoop zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Fortnite video. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!